Ja, Lulinho Martens, je verliest met 1-3 van Stedoco. Nou ja, dat is nog geen eens een schande, maar de manier waarop, ja, moet je denk ik wel niet goed doen. Nee, zeker niet. We zijn goed begonnen. Einde van de eerste helft scoren we, maken we de 1-0 natuurlijk. En dan denk ik de tweede helft gaan we gewoon goed starten. In ieder geval weten we dat ze gaan komen. En ja, we proberen het zo goed mogelijk tegen te houden, maar ja, na 30 seconden gaat het al fout. Het was een verkeerde bal en zijn counter eroverheen, waardoor ze met twee man eigenlijk vrijkomen voor de goal. En ja, Van Roy die geeft die bal gewoon goed en ja, daar hebben zij het voor het intikken. En dan laten we eigenlijk de kopjes naar beneden, waardoor wij de tweede goal ook heel makkelijk geven. Ja, en dan moeten wij weer achteraan gaan. Is er dan niet iemand die even de ploeg ophept en zegt, kom aan gasten en zorg dat in ieder geval niet die kopjes gaan hangen? Natuurlijk, ik denk dat je het wel hoort van, vooral van Becker. Ik vind Becker ook meer een leider in het team. En je ziet het ook wel, we proberen het ook allemaal wel. Maar ik denk dat het kwalitatief gezien gewoon, ja, weet je, we doen ons best. En kwalitatief gezien, ja, is het gewoon niet goed genoeg op dit moment. En we moeten gewoon de puntjes in ieder geval proberen bij elkaar te houden. Maar ja, we doen allemaal ons best en we kunnen niks te nadelen van de jongens. Maar ja, ik denk dat als wij in de eerste helft één helft hebben gespeeld vandaag, dan waren wij de winnaar. En we spelen natuurlijk de eerste helft heel goed. Gewoon afspraken worden nagekomen en de tweede helft geven wij de bal heel makkelijk weg. En ja, op dit niveau wordt het afgestraft. Zo is het. Vind je dan dat je in de tweede helft te makkelijk de goals weggeeft? Of is het echt puur voetballend dat jullie er niet meer uitkomen? Ik denk een beetje beide, want je ziet het, tweede helft winnen wij minder de bal. De tweede ballen verliezen wij heel veel. En wat wij de eerste helft heel goed deden is achter ons man aanlopen en gewoon rust aan de bal houden. En ja, rust aan de bal en gewoon de bal blijven tikken. In de tweede helft zie je dat wij alles te haastig willen doen. Ja, en daar gaat het fout en dan wordt het zo makkelijk afgestraft. Ja, je zegt zelf al, ja, kwalitatief komen jullie op dit moment wat kort. Dat kan inderdaad, dat kan nog groeien. Wat is dan nu stap 1 voor jullie om dat kwalitatieve tekort in ieder geval een beetje te camoufleren? Ja, ik heb begrepen dat we nog een paar spelers, een paar vaste waarden geblesseerd hebben, zoals Ben. Arroyo die is gelukkig net terug. Dit is nu zijn tweede wedstrijd dat hij speelt. En natuurlijk, hij maakt vandaag 90 minuten vol, ben ik blij om. En ik denk als Ben weer terug is en ja, we moeten gewoon bij elkaar zitten en de puntjes bij elkaar houden. Dat is het. We moeten gewoon elke wedstrijd 110% geven. En ja, op dit moment, ja, het is derde divisieniveau. Je kan niet meer makkelijk nadenken. Dat is het. Wij hebben ons best gedaan. Dus dat ook even zijn best gedaan en zij zijn vandaag de winnaar. Kan je dan concluderen dat het ook wel een beetje dat jullie het hebben laten liggen in de eerste helft? Ja, in de eerste helft hadden we een goede kans, maar ook in de tweede helft hadden we bijvoorbeeld tegen de paal geschoten. Dan konden we zo de 2-2 maken. Dat gebeurt niet, oké, ja, dat is jammer. Maar als je dan ziet in de eerste helft de kansen die wij weggeven, die wij niet afmaken, ja, dat is gewoon zonde. En natuurlijk, in de had Stadok ook natuurlijk mooie kansen. Maar ja, het is gewoon zonde dat wij het zo weggeven. Het is, ja, we komen op 1-0 voorsprong natuurlijk en dat is gewoon prima. Prima, voor de rust. Maar dat we de tweede helft zo slecht beginnen, daar zit een probleem bij ons. Ja, is dat al vaker voorgekomen? Vaker voorgekomen wil ik niet zeggen. Maar het is wel zo dat als er iets gebeurt op het veld, dat wij met ons kopje naar beneden gaan. En dat is niet de bedoeling natuurlijk. Natuurlijk, we hebben een jonge ploeg, dat ook. En ja, we moeten gewoon met z'n allen 110% geven, dat is het. En ja, voor de rest denk ik dat de puntjes dan vanzelf komen. Maar toch, er moet iemand opstaan die ervoor moet zorgen dat je na een tegenslag in ieder geval met z'n allen verder gaat. Ja, dat denk ik ook. Ik heb het ook van de week met de trainer over gehad. Weet je, bij ons hoor je niet heel veel. Allemaal jonge jongens. En je hoort natuurlijk alleen maar Becker. Maar ja, Becker is doelman. En ik denk dat als je meer een middenvelder of een verdediger die echt die iedereen even op hebt, dan is het wat anders. Oké, man, dankjewel. Yeah, man.